zullen we nog eens kijken van hoe het allemaal ging. Van Kessel die snel uit zijn pedaal schoot. Meusje die sterk van wal stak. En Toon Aerts die goed volgde. En wat deed Van Aert? Van Aert was wat bevreesd voor dat pittige parcours. Voor dat diepgevroren parcours. En dacht van, laten we dus maar eerst maar wat wennen aan die omstandigheden. Het was nu niet zo dat hij de indruk gaf over superbenen te beschikken. Nestelde zich daar wel in derde positie. En toen dachten we, hij rijdt zo naar voren. Dat deed hij niet. Hij viel terug en werd weer opgeslorpt door onder meer de troepen van Michael van Tourmalet. Die begon wat risico's te nemen in de achtergrond. En die reed dan weg. En Van Aert moest dat laten gebeuren, omdat hij ondertussen ook al tegen zo'n paaltje gereden was. Zo moet je het niet doen. En dan ervaart Meusje, nee, dit wordt dan toch mijn dagje niet, ondanks goede hoop. In de achtergrond kijken naar wie? Naar Meusje, die problemen blijft hebben. Met zijn tuig en met zichzelf. Dit is het moment waarop Klaas van Tornhout uit de race moet. Zwaar ten val gekomen, geblesseerd onder meer aan het hoofd. Van Aert die binnenrijdt. En Meusje die het tempo wat probeert te drukken hier bij de achtervolgers. Zal gaandeweg verachteren. Van Aert vindt dan zijn cadans. Ondertussen is Aerts een halve minuut weg. Maar Van Aert heeft nu wel mannen voor zich. Hij kan zich focussen. En doet dat uitstekend. Komt dan over Van Tournout op 13 seconden van Toon Aerts. En dan ga je denken, van, gaat er toch nog een omwenteling komen. Dan hangt het van de foute last af. Daar staat Sven van Tournout. Die geeft zijn toernaar nog wat moed mee. En de fouten blijven uit. Dus red sympathieke tonen met zijn derde van het seizoen in het Baal. Van zijn patroon. Van Aert na twee overwinningen hier in Baal. Tweede. De 14e tweede plek van het seizoen. En hier nog eens de blijdschap bij de jongeman uit Rijkenvorsel. 23 jaar jong. De generatiegenoten doen het. Hier de omhelzing van Nijs. Met zijn opvolger hier bij hem thuis.